Dat is een beetje een rare taak, voorzitter zijn van een publieksprijs, want dan van de jury, en dan mag je eigenlijk zelf niks. Jawel, wij mochten degene uitzoeken die uit de 70 inzendingen hebben we er 6 genomineerden kunnen kiezen. En daarna was het inderdaad aan het publiek, daarom een publieksprijs. Dus toch nog zat te doen gehad als jury? Ja, gelukkig wel. Het is ook heel erg leuk. Een goede jury, een breed samengestelde jury. En nou, we kwamen gezamenlijk tot dit oordeel. Hoe kom je tot zo'n selectie van 70 naar 6? We hebben gekeken naar verschillende criteria. Er zijn een beetje verschillende uitingsvormen. Een boek, een stripboek, een theaterstuk, een manifestatie, een website. Daarin te variëren om te kijken. En ook wel gekeken naar hoe men het tot gekomen is. Als je kijkt hoe mensen gekomen zijn tot een product. Zoals ik vertelde van Wij van de Fabriek. Gesprekken met oud-arbeiders. Omdat nu nog, ja, dat is zo mooi. Dat moet je ook waarderen. Niet alleen het eindproduct, maar ook de weg ernaartoe. En de uiteindelijke winnaar, dat werd dan? Ja. De herbegrafenis van Diederik van Leijden en Gaal. Ja, dat was al een beetje duidelijk in de eerste internetpeiling. Maar die hebben ook heel veel gedaan ook aan het mobiliseren van de achterban. Dat vind ik ook heel erg leuk. Zien, je best doen omdat er op je gestemd wordt. Dat is hartstikke leuk. Een enorme happening destijds in de stad op een zaterdagmiddag. Nou, heel veel mensen hebben dat denk ik gezien toen. Ja, dat klopt. 15.000, 20.000 man. En knap, hè? Dat is maar één mogelijkheid om het goed te doen. Alle anderen konden ook hier zeggen, nou, ik heb een boek, dat kunnen meerdere mensen lezen. Het was op één moment, op één dag. Alles moest gebeuren. Nou, perfect.